We praten met Job Mans van uh, Kendu, onderdeel van ABN Amro. Vertel eens, wat is het, Kendu precies? Kendu, Kendu is een uh, vermogensbeheer-app en uh, daarmee maken we eigenlijk uh, vermogensbeheer toegankelijk voor iedereen. En hoe, hoe hebben jullie dat gedaan? Uh, groot bedrijf ABN Amro, kleine venture? Ja, nou ja, uh, um, ik zou een beetje raar zijn als ik uh, zou zeggen dat we dat niet uh, deden, omdat we bank ook uh, willen helpen. Um, het begint wel bij de klant. Dus wij zijn gestart met uh, uh, kijken naar alternatieven voor, uh, voor het sparen. Klanten zien dat als een probleem. Hè. Het geld uh, levert niks op op de spaarrekening. We... Evi van Landschop, heb je dan uh, Robeco One, uh, dat soort dingen? Ja, uh, dus mensen die zelf gaan beleggen, uh, dat is ook een alternatief. Maar wat we zien is dat mensen toch best wel moeite hebben om daar hun weg in te vinden. Um, en daar heb je een hele mooie chique dienstverlening voor, vermogensbeheer, waarbij eigenlijk een persoon uh, die, die, die behoefte invult. Maar dat is wel voor de wat uh, welgestelde klanten. Um, en wij hebben gekeken van hoe kunnen we nou die dienst zo maken dat het toegankelijk is voor iedereen. En wat zijn jullie toe gaan doen? Je bent uh, van de agile, dus ik neem aan uh, allemaal agile principes toegepast? Ja, we zijn de markt opgegaan en we zijn uh, letterlijk uh, uh, het plein opgegaan, de Gustav Mahler. En zijn mensen gaan vragen van, nou ja, hoe doe je dat dan? Hè? Dus als je kijkt naar je spaarrekening, dat levert niks meer op, wat ga je dan doen? Er uh, zijn heel veel klanten geïnterviewd, gekeken naar wat hun behoeften en hun wensen zijn. En, uh, en daar hebben we het product op samengesteld. Wanneer is het live gekomen? Wanneer ben je begonnen? Uh, we zijn begonnen april 2018 en we zijn live gegaan uh, dit jaar, april 2019. Een jaar voorbereiding. Is dat snel of langzaam? Ja Voor, voor ABN Ammo is dat reetensnel. snel. Uh, voor, uh, voor, uh, uh, ik denk dat dat sowieso best wel snel is. Als je kijkt naar wat we hebben neergezet in die tijd, uh, is, dat, is dat echt snel. Wat was je grootste hobbel in dat jaar? Nou, de beleggingsdienstverlening op zichzelf is een vrij overgereguleerde uh, vak. En uh, dat betekent... Ik dacht al dat je compliance of zo zou gaan zeggen. Ja. <laughs> nou ja, dat, dat is bij banken vaak een, een, een ding. En, en, maar terecht, hè. Dus er zit ook wel een zorgplicht in die we naar de klant moeten betrachten. Of die, die belangrijk is voor klanten. Um, en, en om dat goed en ook gebruiksvriendelijk in, in een app te krijgen, dat is best lastig. En daar heeft heel veel tijd in gezeten. En gebruiksvriendelijk, dan denk ik, je hebt veel met klanten getest, UX-testing, dat soort dingen. Ja, zeker. En, en blijven we ook doen. Uh, we hebben in april een, een MVP opgeleverd, een minimum viable product. Zijn we daar tevreden over? Nee, want dat mag ook niet bij een MVP. Uh, en oprecht ook niet. Daar zitten echt nog wel heel veel verbeteringen in. Dus we praten nog steeds continu met klanten om, de, om het product, Kendo, steeds beter te maken. En waarom heb je er niet voor gekozen om dit gewoon in de ABN AMRO app uh, te doen? Um, de keuze is dat uh, enerzijds uh, we toegankelijk willen zijn voor iedereen. Dat betekent ook dat niet ABN AMRO klanten gebruik kunnen maken van Kandoe. Um, en ja, dan, dan wil je enerzijds je, je ABN AMRO klanten bedienen, maar ook juist niet die ABN AMRO klanten. En die zijn ook niet bekend met het merk of het gevoel van ABN AMRO. Daarom hebben we gekeken wat is de beste keuze is. De test gedaan ook daar. Wat is dan de beste keuze? Het aan te bieden als ABN AMRO of volledig losstaan van ABN AMRO, of daar de gulden middenweg in te kiezen. En, en die gulden middenweg slaat het beste aan. Daar geven we wel mee dat we het onderscheid geven, maar toch ook de vertrouwen, het vertrouwen van de grote banken erin meenemen. We zijn dus ook een initiatief van de ABN AMRO. Dat staat ergens in die, in die app ook. Zeker, ja. En hoe is het de afgelopen half jaar gegaan? Uh, gelanceerd? Uh, wat reclame gemaakt neem ik aan? Ja, als je plaatjes tekent dan zijn natuurlijk altijd skyrocket. Uh, we gaan hartstikke hard. Dat is een bumpy road. En, uh, en dat hoort er ook bij, vind ik. Daarmee word je zelf ook scherper. Uh, het gaat nu hartstikke goed. Ik denk dat we heel veel klanten nu blij maken. Uh, Ondanks hebben we ook uh, uh, de Android variant van, uh, van CanDo gelanceerd. We waren eerst gelanceerd puur op iOS. Ook uit test van uh, slaat onze value proposition aan. Uh, die slaat aan en, en nu is het echt uh, knallen. Wat voor orde grote aantallen hebben we het over? Over aantallen mag ik niet al te veel zeggen, uh, maar volgens verwachting. Dat klinkt heel cryptisch. Ja. Oké, okay, en nu? Wat is je droom? Waar gaat het uh, komende jaar heen en de komende tien jaar? Nou, waar wij komend jaar heel erg op gaan focussen is om ook enerzijds aan te bieden echt het vermogensbeheer. Nu kijken we heel erg naar portefeuille-management en dat is wat al onze concurrenten ook doen. Vermogensbeheer is breder dan dat. We kijken over meerdere doelen heen en die hebben ook allemaal raakvlakken met elkaar. Daar gaan we volgend jaar heel erg op inzetten, zodat we echt die, dat gevoel van die vermogensbeheerder in onze app krijgen. Um, en dat vraagt uh, best wel wat aan de techniek daar kijk ik heel erg naar uit, want dat, daar zit ook data uh, wordt daar een heel erg belangrijk component in. Um, en uh, we gaan toch ook eens kijken naar uh, hoe, hoe we pensioen kunnen uh, pensioenoplossingen kunnen aanbieden via KenDo. En nog uh, bepaalde groeidoelstellingen over tien jaar één miljoen klanten of eerder al? Nou, 1 miljoen klanten zou heel mooi zijn. Ik denk niet dat dat uh, realistisch is in Nederland. Um, maar uh, ja, we willen wel een groot marktaandeel pakken, waar je ziet dat nu uh, uh, bijvoorbeeld concurrent Evi best wel uh, aanwezig is. Um, nou, ik denk dat we, dat we in ieder geval minimaal binnen nu en twee jaar on par moeten komen daarmee. Um, je ziet heel veel nieuwe partijen ontstaan. Uh, Pieks door de Rabobank geïntroduceerd. Uh, wat overigens geen vermogensbeheer is, maar lijkt wel heel erg op de dienstverlening die wij aanbieden. Maar ook uh, kleinere partijen die uh, oppoppen. Uh, daar ook van leren. En, en niet zozeer een groeidoelstelling in klanten, maar ook in, in, in functionaliteit aanbieden voor klanten. Ik denk dat dat misschien nog wel de allerbelangrijkste groeifactor is die we meenemen. Ja, ja Pieks uh, heeft ook een soort van fun factor. Hè? Die uh, probeert het ook met plaatjes en dingetjes leuk te maken. Doen jullie, kijken jullie daar ook naar? Nou, nee, niet zoals Peaks dat doet. Uh, dat is ook hun eigen stijl. Uh, waar wij wel uh, mee bezig zijn, is echt die content bieden. Dus ook mensen te helpen. Dat doen wij ook op onze eigen manier. Dat doen we met eigen mensen. Dus we laten ook het verhaal vertellen door eigen mensen. Waarbij Peaks veel meer met, uh, met uh, shots, met videomateriaal, misschien nog niet eens, maar meer met uh, beeldmateriaal gebruiken. Uh, gaan wij met echte mensen. Dat is ook, uh, vermogensbeheer is echte mensenwerk. En, uh, en uh, ja, dat willen we ook uitstralen. Heb je een tip voor uh, financials uh, die uh, al die regleer, regulering hebben en uh, dit soort dingen willen gaan doen? Ja, start klein. Um, dat is een, bijna een dooddoener. Um, zorg er goed voor dat je voor ogen hebt wat je wil bereiken. Ga met, uh, met uh, je legal en compliance collega's aan tafel zitten om daar het beste van te maken. Uh, passend in uh, wet en regelgeving. En als je dan klein start, uh, met een kleine hypothese, dat verder uitbouwt, ja, dan wordt het een heel mooi product. Leuk, dankjewel.